Ja, sowieso. Uh, identiteit is cruciaal. Als je geen uh, cluster kan maken van gedeelde waarden, in mijn ogen de verlichtingswaarden, waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren herkennen, herkennen als burger. Ja, dan zal er ook nooit vertrouwen groeien om met elkaar te trouwen, om, om vriendschappen aan te kweken, intercultureel, transcultureel, uh, om, om, om werkgever-werknemer relatie. En ga zo maar door. Maar neemt en daar staan we er slecht kwalijk. voor. Niet? En ik zie dat we natuurlijk nu met die polarisering en die identity politics die men mm. vanuit de Verenigde Staten overneemt, ja, dat de apartheid waarin we nu al te veel leven, dat die zich wel eens zou kunnen bestendigen. Ja. En dan staan we er heel, heel slecht voor.